zaterdagavond. Goedenavond, dames en heren. De Ronde van Frankrijk is in Nederland. En we hebben een speciale gelegenheid gevonden om dat eens te vieren. We doen dat op het terras van Hotel Maastricht. Het is heerlijk buiten op het ogenblik. De renners die gereden hebben, zitten een beetje rond mij heen. Als u het wielrennen gevolgd heeft, dan weet u dat dit Eddy Bouwmans is. Steven Rooks, Gert-Jan Teunissen. Er zit er nog een grote Nederlander, maar die zien we straks. En achter mij, daar zit de crème de la crème van vroeger. En daar gaan we straks naar kijken. Het heeft te maken allemaal met de Ronde van Frankrijk en de etappe van vandaag van Brussel naar Valkenburg. 197 kilometer. Hier hoort u Jean. En u ziet dat de renners zich ook in de zevende etappe geen zin sparen. Oeh, wat de hele dag hard, zeg. Ja, en de hele dag al gaat het zo. Een enorme boeiende tour tot nog toe door de aanvalsdrift die er in het peloton is. We zijn op de Rijksweg tussen Maastricht en Grondsveld. Peter Meinert komt voorbij, dat is de man links in uw beeld. En hij doet het samen met Stefan Roach en met Gilles de Lyon, of niet? Dit is Roach in ieder geval en Meinert is de man van TVM. Roach waagt dus een sprong. En het is inderdaad Lyon. Gilles de Lyon, Stefan Roach en Peter Meinert gaan aansluiting vinden bij het vijftal. Zodat de Europese gedachte steeds groter wordt in dit groepje, zonder Nederland. Maar wel met een Deen. En Roach is heel goed geplaatst, nog altijd achtste in het algemeen klassement op 5 minuten 28. Rijdt heel goed, verbazingwekkend goed. Gisteren viel Chiappucci aan, vandaag hij dus. Holland promotie op en top. Nu nog op klompen straks. Durand, Frison, Tebaldi, German, Meiner, Roach, De Lyon. En het is steeds Roach, hè? Die moet een hele goede dag hebben. Kijk eens wat een makkelijke pedaalslag. Wat danst die licht naar boven toe. Van Dublin, die al zo lang in Frankrijk woont. Kijk, en bij Tebaldi, die geeft het af. Zo hard rijdt Roach. En dan moet Durand dicht rijden. Girotto. Nee, Teunissen is in de aanval gegaan. Teunissen is in de aanval gegaan. Kijk, Gert-Jan denkt, ik weet zo ongeveer waar dat zich allemaal afspeelt. Laat ik eens gaan kijken voorin. In het s'avondsbos is Gert-Jan er van tussen gegaan. En hij is nu tussen peloton en de ploeg daarachter. Met Konischev. Met Girotto. En met Holm. Ja. En daar komt het peloton. Daar is het tempo uit. Chiappucci in het midden. Steven Roach, die geweldig goed rijdt. En het wordt smaller en smaller. Dat gaat gevaarlijk worden straks met het peloton. Als ze maar naar achter gaan. En het is duidelijk dat Steven Roach de grote gangmaker is in deze kopgroep. En Tebaldi moet bijten om in het wiel te blijven. German heeft het iets minder moeilijk zo te zien. En Diaz Zabala in vierde positie ook. Dat is een klimmer. Erminio won vorig jaar de Tirreno Adriatico. Geen slechte coureur. Goeie tijdrijder ook. En krijgen we dan toch een Nederlander in de kopgroep. Gert-Jan Teunissen. Dus 12 man gaan we aan de leiding krijgen. En wat gaat Gert-Jan doen? Gaat hij door? Of gaat hij even uitpuffen? En het gaat hier weer omhoog. Vandaar dat ik het zeg.
Hij neemt genoegen nu even met een plaatsje daar voor Meinder. Roos de bal diep. De Lyon gaat er nu af. En ik geloof dat Jeerman mee is. Ja. Jeerman sluit aan bij Tebaldi. Twee Italianen, de twee in Italiaanse dienst, drie in Italiaanse dienst, moet ik zeggen vooraan. Dan komt er die Helvetia-renner. De Lyon is mee en Gert-Jan heeft dus net niet aan kunnen pikken bij deze vier. Die toen de 12 man samenliepen, precies in die beklimming zaten. En Roach gaf gas en deze meekreeg. Dus Roach, Tebaldi, Jeerman en De Lyon aan de leiding. Daar komt het peloton met de renners van Zet aan de leiding. En de grootste Zet leidt. De Lyon is voorzichtig in zijn inspanning. Is er ook wel eentje om tegen de Kouberg op te knallen? Het verschil is 42 seconden met de groep Teunissen. Het peloton zit op 1.37. Met Zet-ploeg nog altijd aan de leiding. Ik denk dat LeMond toch deze Roach niet te veel vrijheid wil toestaan. En daar is de Kouberg. Daar gaan we. Nu krijgen we de spanning voor de laatste kilometer. De demarrage van Jeerman. Daar gaat Jeerman. Jeerman is weg. De bal die gaat. De Lyon volgt. Roach bijt. De Zwitser is weg. En Tebaldi moet nog even door. Maar die geeft af. Maar die geeft af. En nou moet de Lyon, en dat gebeurt ook niet. Of hij probeert het wel. Het gaatje voor het grote. Jeerman is weg. En nu gaat de Lyon eraf en Tebaldi eraf. En Jeerman kan door. En daar gaat Roach. Roach knalt er doorheen. En nou kan die, als hij de durf heeft, droppen erover. Het goede moment. Als hij de durf heeft nu. Ja. 1 kilometer daar. Kijken of hij het doet. Aankomen en niet in het wiel. Maar knal, doet hij het of niet? Peter Jerent zou het weten. Hij gaat door. Roach demareert door. Jeerman op meters. Roach en Jeerman. De Lyon gaat nog een keer. Roach heeft een metertje op. Nou, wat is dat schatten? 10. Steven Roach. Niet op de Kouberg, maar wel op de weg naar Vilt. Een man tegen man hier. Op deze lange Rijksweg. En Jeerman, het is nu macht of niet hebben. En Roach loopt weg. Een Ierse overwinning in Vilt. Daar komt de Lyon nog. Oei, 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 die komt hard aan. De Lyon komt in het wiel. De Lyon had dus de goede benen. En die maakt nu de meeste kans. De bal die is weg. Die zat op een sprint te rekenen. En zij twee gaan het maken. Of komt Jeerman er ook nog bij? De Lyon gaat door. Geen Ierse overwinning, Franse overwinning. Helvetia haalt hier zijn zegen binnen. Gilles de Lyon wint in Valkenburg. Gilles de Lyon voor Roach. Voor Jeerman. Voor Tebaldi. En zo kwamen ze binnen. Die vier heeft u gezien. Girotto zat daar een stukje achter met Koningschef, Holm, Teunissen, dus de beste Nederlander vandaag, 8. Arie van der Poel zat ook in het peloton, werd 18 en Steven Roox tekende voor de 20ste plaats. Dat is de aankomst van vandaag. Dan gaan we kijken naar verdere klassementen, zoals dat is het algemeen klassement. Lino blijft in het geel. Die jonge Franse renner van de RMO-ploeg. Bauer, Chiappucci, Roach, Wierenga, LeMond, Hebner, Tebaldi, Bugno, Indurain. De winst is dus vandaag voor de Ier Roach, die een minuut pakt. En wat doen de Nederlanders in het klassement? Eddy Bouwman staat 12e op 5.40. Erik Breukink is 17 op 6.29. Steven Roox staat 30 op 7 minuten en 50 seconden. En Gert-Jan Teunissen doet het met 12 minuten en 45 seconden op de 49e plaats. De andere renners ziet u daar verder staan. Dat wat betreft de klassementen. We zijn hier terug in Maastricht. Gezellig tafeltje. Gert-Jan, jij komt bij de kopgroep. Je sluit net aan op dat rotmoment en Roox gaat weg. Dan heb je geen kracht meer. Nee, het heeft gewoon te lang geduurd. Kijk, de voorrace ongeveer even hard als wij. En, maar voor waren ze met meer man. Daarachter was het voornamelijk Koningschef en ik die moesten rijden. Je hebt alleen maar moeten rijden en dan moet je even op adem komen? Ja, kijk, als je in zo'n kilometer of 40 aan een stuk alleen maar de grote versnelling hebt gedraaid. En je ziet dat het heel langzaam, seconde voor seconde, kom je er maar dichterbij. Ja.
En ik sloot net aan en meteen zag je ons komen en die ging meteen weg. En daarna was het, ja, dan lijkt het 10, 20, 40 seconden. Lijkt het of dat je lichaam in 100.000 stukken breekt. Ja, ja. Maar je zit er weer in één stuk bij. Waar zat jij, Steven, vandaag? Ik zat altijd goed voor in de groep, maar ik zeg als ze altijd blijven zo hard rijden als ze nu doen, dan het is bijna niet te controleren. Je kan natuurlijk 10, 20 keer meespringen. Maar, ja, het is de Kouwberg, is dat wel iets voor jou? Ja, de Kouwberg heb ik altijd heel goed bedwongen. Ja. Maar kijk, als er zeg maar 10 man voorop rijdt, ja, dan kun je wel exploderen, maar dan rij je voor de helft de plaats. Ja. Kijk, voor een overwinning dan is het natuurlijk even iets anders. Ja. En waar zat de jongeling van het gezelschap? Eddie, waar was jij vandaan? Ik zat ook in het peloton. Hoe? Ja, niet super, maar ik kon erbij blijven. Maar je had geen enkel, je hoefde niet van voren te rijden, jij wacht nog steeds? Ja, ik hoefde wel van voren te rijden, maar ik kon niet beter. Nee, jullie hadden ook nog eens een keer Ludwig en Vondriest. Ja. Ja. Goed, we gaan verder zo direct met jullie praten, jongens. De etappe vandaag was 197 kilometer. En waar begonnen we? Van België, ja, clichématig kan het bijna niet, naar Nederland. Wij Kaaskoppen stonden vanochtend in Brussel. Rond het middaguur vertrokken we naar Nederland. En dus doen we aan deze promotie. En dit is de pluche van Brussel. Bij een, zeg maar, feestelijk vertrekpunt. En wat heet feestelijk? 190 renners moeten zich nog melden. Maar hij is er zeker. We gaan naar de ronde. Jan Raas, je bent een man kwijt. Heel erg jammer. Ja, dat was een zware valpartij gisteren met Gerrit de Vries. Ja, erg jammer. Hij ligt al in het ziekenhuis in Goes. Dus, de dokter van ons is met de ambulance direct van de Tour mee naar Goes gereden. En dat de foto's bewezen hadden dat hij een bekkenbreuk had. Ai, dus die is een tijd weg. Dat gaat maanden duren. Ja, erg jammer. Het is ook de Tour de France. Maar... Moraal, gisteren aan tafel? Nou ja, het was meer telefoneren. Allerlei acties ondernemen om de ambulance op gang te krijgen. Dus ik heb niet zo heel veel aan tafel gezeten, maar ja, het wat bedrukt natuurlijk. Ik ben nu met de jongens mee naar de start gekomen, maar ja, de Tour gaat verder. Er is gisteren door deze en gene nogal gezegd van zo'n stukje kasseien mag je niet in het parcours opnemen. Wat vind jij ervan? Nou, ik moet zeggen, die kasseien waren helemaal niet slecht. Die lagen niet zo slecht. Maar ja, het had natuurlijk dagen mooi weer geweest. Het regende, het was nu spekglad. Nou, ze hadden het pech dat het regende, maar anders ja. We hebben al andere weggetjes gehad in de Tour de France. Hè? Jaren geleden in Noord of bij in de buurt van Roubaix. Nou, dat waren echt slechte kasseien. Ook toen was er een hoop kritiek op. Maar ik vond gisteren viel het wel mee. Ze hadden misschien wat grotere wegen nog moeten pakken onderweg. Dat was het enige wat ik daarover kan zeggen. Pure pech. Pure pech. En ja, het was ook echt een glijbaan. Want ik merkte het zelfs aan de auto. Je merkte dat die auto uitstapte. Het was spek en spek glad. De Tour wacht voor niemand, hè? De Tour gaat gewoon verder. Ja, kijk, zo vallen ze. Ai, ai, Harmeling. Ja, dat is te voorzien. Kijk eens aan een pak wat daar ligt, zeg. Dan kom je in de finale naar Brussel toe. En dan? En dan weet je gewoon dat je van voren moet zitten. Want de kasseien zijn 8 kilometer van voren. Of voor de finish. Maar ja, het regende zo verschrikkelijk hard en de helft van het peloton die staat nooit in de Ronde van Vlaanderen of in een Parijs-Roubaix. Dus die schrikken zich te pleuren als ze kasseien tegenkomen. Wat doen ze dan? Dan gaan ze in de rem en dat mag absoluut niet. Dus ik zag ze vallen voor me en ik deed mijn voet al uit de toeklip, maar ik lag al hoog in het gaas. Het was te laat. We zagen je hangen. Ja. Ja, en toen werd mijn been geraakt en er zat gelijk een bobbel op en ik keek recht op mijn bord. Ik denk, en het deed zo verschrikkelijk pijn. Ik denk, die is gebroken, maar ik kon niet meer opstaan. Het was even paniek. Maar ik heb nou helemaal nergens geen last meer van. Ze hebben gisteravond heel goed behandeld in het ziekenhuis, goed schoongemaakt. En ja, op dit moment gaat alles goed, dus ik ga er weer vol tegenaan. Wat een week, Rob. Ja, dat is even weer iets anders. Ik voelde me niet echt prettig toen ik daar weer lag. Nee, heb ik vorig jaar genoeg gedaan, zoiets. Maar als ik zeg wat een week, dan bedoel ik zoveel in de aanval. Etappen winnen, het moet toch een lekker gevoel voor je zijn dat je nu een andere waardering krijgt ook. Ja, is ook een fijn gevoel. Pijper en Kokkelkoer, een Australiër en een jonge Nederlander. En daar komt Harmeling, Rob Harmeling. En die duikt er overheen. Kokkelkoer gaat nog een keer mee. Krijgen we weer een Nederlander. Rob Harmeling gaat hier links en rechts. Wat zit daar nog? Wat kan er nog aankomen? Harmeling valt stil. Zo lijkt het. Harmeling, er komt in zijn wiel Moreels.
Sammy Moreels, Harmeling of Sammy Moreels? Harmeling of Sammy Moreels? Harmeling, Harmeling! Hoe reageren renners op jouw overwinning? Ja, dat is dus wel leuk, want gisteren kwam Buño langs. En hij deed zo. En ik denk, ja. En dan is het ciao, zegt hij. En hij sloeg een arm om zijn schouder. En hij begon te praten over mijn overwinning, dat hij het fantastisch vond. En die laatste jump, die had behoorlijk veel indruk gemaakt. En Indurain is even bij me geweest, een paar woordjes gezegd. En Le Monde en alle grote van peloton. En dan doet je wel wat natuurlijk. Je telt mee nu? Ja, dat wil ik niet zeggen, maar ja, ze kenden me allemaal. Dat ik altijd op de kop lag te harken en goed mijn werk altijd deed. Dus ze kenden me wel. En vonden ze het toch leuk op zo'n manier won. Nou, dat heeft waarschijnlijk toch indruk achtergelaten. En dat vind ik zelf een leuke waardering. Want ik heb toch... Ik rij wel tussen die mannen, maar ik kijk ook wel tegen ze op. Ik vind het leuk dat ik van zulke mensen waardering krijg natuurlijk. Dat was Rob Harmeling. Steven Rooks, jij was gisteren in het hotel toen Gerrit de Vries binnenkwam. Je ziet dat hij nog op zijn fiets gezet wordt, maar je hebt hem ook anders gezien. Je hebt hem het hotel binnen zien komen. Oh, hij is natuurlijk nooit in het hotel geweest. Hij kwam meteen de bus. Hij zat natuurlijk al 5 of 10 minuten in de bus. En toen komt hij de bus binnen en denk ik, ja, wat is daar aan de hand? Hij jankt, hij kon niet meer lopen. Ze hebben hem in de bus gedragen. En, ja, dat doet dan even pijn. Daar heb ik zelf ook helemaal moeite mee als je dat allemaal ziet. Kan je dat zien? Nou, kijk, je weet dat er van binnen iets moet zijn. Ja. Als iemand zo jankt en niks meer kan bewegen. Ja, ja. Jan Raas, jouw ploegleider, zei de Tour gaat door. Zo hard is het wel. Ja, dat is zeker. Kijk, elk jaar gebeuren zulke soort dingen. Het is natuurlijk 200 renners. De wegen zijn vaak breed. Gaan over in versmallingen. Rondtondes die de grond uitgroeien. Ja, dat zijn allemaal... Ja. Het gebeurt gewoon. Gert-Jan, Rob Harmeling is jouw ploeggenoot. Verleden jaar maakte die naam tussen aanhalingstekens als de laatste in de ronde. Van dat image probeert hij af te gaan. Maar mensen uit het peloton zeggen dat hij verschrikkelijk hard kan fietsen, die Rozen. Ja, Rob. Ik denk dat Rob echt op puur hard fietsen als het daarop aankomt, omdat hij een van de beste van het peloton is. Ja? Dat weet je misschien zelf niet, maar als je ziet zo ploegentijd en zo, dan normaal gesproken, nu had hij iets last van de dag ervoor, maar normaal gesproken dan rijd je 2, 3 keer zoveel op kop als de rest. Ja. Hebben jullie het gevierd, die overwinning? Ja, we hebben het wel even gevierd. Maar ja, je zit toch midden in de ronde. En dan is het glaas champagne van de sponsor en verder. Dan moet je toch weer verder. Ja. Jullie weten wat de Ronde van Frankrijk is. Maar deze meneer debuteert. Nou, zeg het maar, je hebt er een week op zitten. Dat is verschrikkelijk lastig, hè? Wat is er lastig aan? Wat is er anders dan de Dauphiné Libéré, de Ronde van Zwitserland? Ja, hier zitten alle goede renners. Ze rijden gewoon allemaal veel harder. En iedereen die wil van voren rijden. En dat is het grootste probleem. Jij ook? Ja, ik ook. Ja. Voel je je thuis in het peloton? Ja, toch wel. Ja? Het is niet dat ik constant hartstikke nerveus aan de start sta, dat niet. Maar ja, het is wel vechten om van voren te blijven. Heb je al energie moeten afstaan in de eerste week? Of heb je rustig op reserve gereden? Ja, echt op reserve niet, maar het is niet dat ik helemaal kapot ben. Ik voel me eigenlijk steeds goed. Ja. Goed, eerste rondje van deze heren. Laten we eens even teruggaan in de tijd. De Ronde van Frankrijk komt niet zo vaak in Nederland. We begonnen in 1954 in Amsterdam en daartussendoor gebeurde het nog wel eens een keer. Maar één keer was speciaal. En dan praat ik speciaal ook tegen de Limburgers onder ons. Jaar geleden kwam de Tour de France in Maastricht aan. En er zijn nog altijd mensen die over die avond en die dag praten. Maar vooral ook de avond. De cafés bleven open tot 4 uur. Een gedenkwaardige avond in de Tour. In 1969 reed het peloton naar Maastricht. En wie won er toen? Ja, Julien Stevens. En hoe? Ik won in de sprint met 4 man. Van de les 30 kilometer ben ik weggegaan. Dus ik had gewoon een dag voor Merckx gewerkt. En dan ja, is het moment waarin we weggegaan met 4. En ik heb ze alle 3 geklopt in de sprint. Renners onthouden altijd heel veel. Weet u nog wie er waren? Ja, dat was Arnaldo Pambianco, Willy Intven en Michael Wright. Die Pambianco was rap en Wright was rap. Ja, maar ik was ook niet zo traag en ik reed heel goed. Dus, ja. Wat weet u nog van die dag te herinneren in Maastricht? Ja, dat was, voor mij was het een grote dag, want ik heb ook de gele trui toen genomen. Grote dag in uw carrière? Ja, feitelijk wel. Dat was feitelijk een beetje het begin van mijn carrière. 68 was ik kampioen van België, dan 69, dan ritwin in Tour de France. Dat is toch niks. Dat is toch, denk ik, hetzelfde als praktisch een klassieker winnen.
Dus voor mij was dat niet slecht. En nu, in 1992, bent u nog altijd in de ronde. Wat is uw vak nu? Nu ben ik mechanieker bij PDM. En dat doet u met grote graagte? Ja, met liefde nog. Want van mijn hobby heb ik mijn vak gemaakt. Dus je kunt niet beter denken dan. Nu rijden we vandaag weer naar Maastricht. Heeft u er even aan gedacht vanochtend? Aan die memorabele dag van toen? Ja, normaal denk ik dat toch altijd aan. Weten de renners het van de ploeg bijvoorbeeld? Dat weet ik niet. Misschien, ik denk niet dat die dat... Misschien wel. Maar ja, toen waren die misschien nog in de bloemkolen. Of waren ze juist, als ik, normaal de ritpomp. Maar er is niet over gepraat vanochtend? Nee. Deze heren renners waren zeker niet in de bloemkolen, zoals Julian Stevens zei. Mag ik u voorstellen, uit het grijze verleden, maar hij staat er nog altijd. Wout Wagmans, Wim van Est, Jan Nolte. En iets minder grijs, want je wil eigenlijk aan de andere tafel zitten. Jo Maas, zo is het, hè? Laten we maar eens beginnen met te kijken wat jullie deden. Toen de wereld er nog anders uitzag, het was toen zwart-wit. En dan praten we over het jaar 1953. Het succesjaar voor het Nederlandse rennen. Kijk, dit is Jan Nolte op weg naar Bordeaux. Een geweldig succesjaar voor het Nederlands fietsen. Op de baan in Bordeaux komt hij alleen binnen en wint de etappe. Bordeaux, prestigieuze aankomst. En als je daar op dat roze cement won, dan was dat wat. Kijk eens, daar hebben we hem. De Wimme. In het shirt van Garin reed hij toen nog. Klein versnellingtje. En Wim was op weg naar, ik meen, Monaco. Warm, warm en nog eens warm. En daar ging de Wimme. En in Monaco wint hij de etappe. Gerrit Voorting had al een keer gewonnen, dus het succes van de Nederlandse ploeg was fantastisch. Maar dan hadden we nog die kleine Wagmans. Weet u nog, Monaco Gap was de etappe. In Monaco wint Wim van Est. En een dag later, de Nederlandse kranten konden hun lol niet op. Wout Wagmans wint in Gap de etappe. En de blijheid van die Nederlandse journalisten daaromheen. En wat zag hij er fantastisch uit. Dan gaan we een dag later, Montluçon. En wat doet Wagmans? Hij gaat weer mee. Want die naam hadden de Nederlanders er altijd en eeuwig in vliegen. Dat konden ze fantastisch. En wat doet Wagmans? Twee dagen achter elkaar. Montluçon is ook weer voor hem. Dus Monaco, Gap-Luçon, Bordeaux, Gerrit Voorting. En dat betekende dat de Nederlandse ploeg in Parijs toen gehuldigd moest worden. Nog even de Wout zien. En dan gaan we naar de huldiging in Parijs. Wat klapten we met z'n allen blij. Het ploegenklassement was voor Nederland. De ploeg was van de Pel. En zo gingen ze toen rond in Parijs. Dat is onwaarschijnlijk lang geleden. Maar het is een tijd, denk ik, meneer Wagmans, om nooit te vergeten. Ik heet Hootmart. Goedenavond. Ja, maar ik mag het gewoon meneer Wagmans zijn? Ja. Die beelden, heeft u nog wel eens teruggezien? Ja, die heb ik regelmatig teruggezien. En ik vind het heel mooi dat je die oude herinneringen nog kunt zien. Dat wij daar zoveel voor moeten doen hebben. Dat is toch fantastisch, Mart? Wat u zegt, wat die jongens daar aan die andere tafel doen, dat heeft niks meer te maken van wat jullie gedaan hebben? Nou, daar haak ik niet op in. Wij moesten er heel meer voor doen, denk ik. Ik weet niet wat ze mij kwalijk nemen direct. Maar wij moesten er heel meer voor doen. Ja. In uw tijd, meneer Van Est, was het een avontuur. Nederland wist eigenlijk van niks, zo heel soms een radioreportage. Werden jullie helden na afloop? Nou ja, we werden wel gevierd. En vooral toen die tijd met Jan Cotard voor de radio. En dan werden dan verhalen verteld worden. Die zat niks op het trasboot om een verhaal te maken. Maar televisie was er niet? Televisie was er toen niet. Krantenjournalisten gingen er een paar mee? Ja, die gingen er mee. Wolf en dingen zo. Jan Cotard en die lange, hoe heet niet, Wout. Scherp. Ja, daar gaan jullie straks over praten. Ik ga even door naar meneer Nolte. Alleen aankomen in Bordeaux. Ja, dat is klopt. 50 kilometer voor de meet ben ik weggegaan. En solo gebleven? Ja, solo gebleven, ja. U bent vandaag in Valkenburg geweest. Als u nou ziet wat er tegenwoordig met de Ronde van Frankrijk gebeurt, dat enorme circus, wat denkt u dan? Dat is niet te vergelijken. Dat is niet te vergelijken tegen wat toen. De jongens die daar aan die tafel zitten, die verdienen gigantische salarissen. Het is onbeleefd, maar ik wil u toch vragen. Wat verdiende u in de Ronde van Frankrijk 1953? Oh, 53, ja, we hebben niet alles gekregen, maar nou, we hebben toch toen goed verdiend in die tijd. Nou, wat was goed verdiend? Meneer Van Est, weet u het nog? Ik geloof dat we toen dat jaar ook 6200 gulden hadden of 5500 gulden of zoiets. Dat is fantastisch veel geld, toch? Ja, dat was veel geld. Ja.
Maar wat wou je zeggen, meneer Wagmans? Weet u dat ik... Ik kwam de ronde van Romandie. Ik kwam Romanappers Rome. Ik werd eerst in het kampioenschap van Zürich. En mijn jaarsalaris bij Lokomotief was 1500 gulden en 9 maanden betaald. Daar kon u van leven? Dat moesten wij, want die andere 3 maanden moest ik opvullen om op de baan te rijden. Ja. Bugno verdient er nu 3,2 miljoen. Tijden mag je niet vergelijken. Als u hier vandaag nou was in Valkenburg, was dat leuk? Veel oude bekenden gezien, dat soort dingen? Ja hoor, ik heb genoten. Ja. Fijne dag gehad, meneer Van Est? Een geweldige dag gehad. Geweldige belevenis geweest. En ik vind de Tour echt interessant van jaar. Ze vliegen erin. Je kan zien dat er aan er om tafel moeten komen. Ja. We zijn nu bij Wim van Est. En voor een heleboel mensen die het fietsen in Nederland hebben bijgehouden, is er één moment dat onze harten allemaal stilstonden. Zijn horloge liep nog door. Het is niet te geloven. Het is van dat merk is nog steeds dit horloge. Zullen we eens gaan kijken naar beelden die u nog nooit gezien heeft en die nog nooit in Nederland vertoond zijn. We gaan naar de afdaling van de Obisk. Wim van Est, dames en heren, kon niet zo goed dalen. Kijk, daar gaat hij. De Obisk. Hij vloog. Daar was een bocht en daar ging Wim. En hij ging diep, dieper en diep. En daar ligt hij, huilend. Een Franse cameraman heeft deze beelden ter beschikking gesteld van deze uitzending. 40 banden aan elkaar geknoopt om Van Est uit het ravijn te halen. Kijk eens, meneer Van Est, daar ligt u. Ja, een geweldige belevenis, zo ziet het. Ja, maar u kunt het navertellen. Ja, ik kan het navertellen, ja. En janken. Had ik in middag van die muur afging en ik val een meter. Van jij bent geweest dan? Ja, ik ben er geweest. Als ik een meter naar rechts of een meter naar links gevallen heb, word ik zulke blokken als die ingevallen. Ja, en dan schreven we de andere dag in de L'Equipe en in de krant en zo. Het mirakel bij Lourdes. Ja, het was ook een mirakel. Kijk, een slokje cognac daar. Ja, dat gaat pellen nog. Ja? En toen weer bijkomen. Dus kijk even in dat gat daar. Daar bent u ingevallen. Ja. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Het blijven historische beelden. Deze had u nog nooit gezien, hè? Nee, dat heb ik nog niet gezien. Schrik je dan? Dat heb ik nog niet gezien. Doe warrig. Ja, ik zeg het al, dalen is een vak. Maak een sprong in de tijd. De jaren 50 laten we even aan ons voorbij gaan. Maar we gaan niet zo heel ver terug. 12 jaar om precies te zijn. In 1980 won Joop Zoetemelk de Ronde van Frankrijk. De tweede Nederlander die dat deed. In de etappe naar Morzine was Joop aan de leiding. Maar ineens was daar een tweede renner bij. Dat was ook een Nederlander. En dat verraste iedereen. Achter Joma's aankoers. Speciale uitzending voor Andy, mag je zeggen. In Maastricht zullen ze blij zijn met deze beelden, want het is eigenlijk voor het eerst dat we Maas op de voorgrond zien treden. Hij staat 30ste in het algemeen klassement, hij eindigde de Tour verleden jaar als 7e. En u ziet dat heel langzaam Joop bij hem wegloopt. Veel meer geroutineerd natuurlijk in dit spel, dit specialistenspel van het afdalen. De man heet dus Jo Maas. Jo, goed dat je er bent. Je woont hier trouwens om de hoek, dus zo moeilijk was het niet voor je. Ik kom even naar je toe. Jo Maas was een belofte. Fietste met Joop mee naar Morzine. En toen zei Jo Maas ineens, ik stop met fietsen. Waarom? Toen ik eigenlijk beroepswielrenner moest worden, toen heb ik een keuze moeten maken. En die is de andere kant uitgegaan. Maar ineens, zomaar. In Spanje zei je stop en weg. Ja, als je niet de goede mensen om je heen kan verzamelen, dan moet je, wat ik net zei, een keuze maken. En dan zorgen dat je goed terecht gaat komen. Wat doe je nu? Ik ben nu systeembeheerder. En daar ben je zeer gelukkig in? Daar ben ik heel gelukkig in. En het fietsen heb je echt meteen van dag op dag vergeten, verlaten? Zoiets als de Tour de France vergeet je natuurlijk nooit van je leven. Ik heb daar een hele mooie beginperiode in meegemaakt. Maar ik ben werkelijk van de een op de andere dag gestopt met fietsen. Ja. Niet uittrainen, niet trimmen? Absoluut niet uittrainen, nee. Ben je vandaag geweest in Valkenburg? Ik ben vandaag in Valkenburg geweest. En dan? Gaat het hart open? Zeker. Ik ben met openbaar vervoer hierheen gekomen en ik zat in een wagon met Nederlanders. En die herkenden mij en dat gaat toch heel goed. Heel hard. Doet je heel goed dat je in één keer een hele wagon mensen om je heen hebt en vragen stellen. Dan is het nog altijd Jo Maas die in Brussel de etappe won? Zeer zeker, ja. Dat zijn toch herinneringen die je altijd bijblijven, zoals meneer Nolte Bordeaux heeft. Die mannen hebben van alles. Jij blijft toch die man van Brussel? Jij blijft toch ook die man van die afdaling? Zal je altijd blijven meemaken. Je zei trouwens nog iets van die afdaling. Er was iets moois. Je zou bij Joop gebleven zijn. Waren het niet dat? Nou, ik ben niet zo'n goede afdaler, maar in die afdaling heb ik op de voorband heb ik een blaas gekregen. Dat was zo'n dikke bult bovenop mijn tube.
En ik durfde echt niet 100% naar beneden te gaan, anders dan was ik waarschijnlijk wel bij hem gebleven. Ja. Ik wil één ding van jullie alle vier even weten. Wie wint de Ronde van Frankrijk van 92? Jo Maas. Steven Roach die is al de hele week heel hard punten verzamelen en seconden verzamelen. Hij is een hele goede outsider. Ik denk wel dat hij heel kort zal komen. Roach, meneer Nolte. Ik ga op Bugno. Bugno. Meneer Van Est? Och, waarschijnlijk Indurain. Maar je kent van die gasten, dat zijn 4, 5 favorieten. Nee, ik wil er één weten. Indurain zetten. Nou, Indurain. Meneer Wagmans? De Kooiboy. Pardon? De Kooiboy. Wagmans? Greg LeMond. Greg LeMond. Nou, vier verschillende meningen. In... Ja, Steven is natuurlijk altijd een vaste waarde geweest. Alhoewel dat hij nu toch iets minder als je ziet het begin van de Tour. In de eerste Alpe Pyreneeën, zal ik maar zeggen, was het een beetje moeilijk voor hem. Hij is het plaatsen teruggekomen in de groep met LeMond daar. Maar ja, voor het klassement denk ik dat het al een beetje laat wordt. Gert-Jan Teunissen. Ja, Jan Geert is natuurlijk een specifieke klimmer, alhoewel dat hij veel tijd verliest tegen duur en zo. En ja, wat hij altijd beoogt is ergens in het gebergte een nummertje op te voeren. En vooral Alpe d'Huez, dat is een beetje zijn streek, zal ik maar zeggen. Maar echt klassementrijder is hij ook niet. En dan de jongeling, Eddy Bouwmans. Ja, Bouwmans die is aan zijn eerste Tour en ik denk dat die jongen... toch een goede toekomst heeft. Hij heeft een goede instelling. Hij heeft speciaal een paar jaar gewacht om naar een Tour te gaan. Ik denk dat dat de goede mentaliteit is. Je gaat naar een Tour niet om te leren. Je gaat naar een Tour om klassement te rijden. En ik denk dat hij in deze Tour toch in de 10 eerste kan rijden. En dan de hoop van Nederland, Erik Breuking. Ja, ik denk Erik Breuking natuurlijk is een jongen die zeker talent heeft. Maar ik denk dat hij zich een beetje te veel heeft willen spelen aan de manieren van LeMond. En ik denk voor een renner, wanneer je aan een Tour komt en je hebt nergens je gegevens, dat je niet weet waar je staat, dan staat je in de onbekende. Natuurlijk, hij is een specialist tijdrijder. In de eerste bergrit was hij ook niet daar. Natuurlijk, hij heeft het nadeel dat hij niet veel gekoerst heeft en ook weinig zelfvertrouwen heeft. En ik denk dat dat moet veranderen. Je moet meer in je eigen geloven en meer koersen. Elke koers omdat je waard bent. En dan komt het ook, dan krijg je ook meer moreel en dan ook veel meer zelfvertrouwen. En dat ontbreekt denk ik bij Erik voor het ogenblik. Aldus Eddy Merckx. Als Merckx de waarheid in pak heeft, dan zegt hij niet meer voor het klassement, meneer Rooks. Hoe sta je ervoor? Ik hoop dat hij ongelijk heeft. Ja. Hoe ga je? Nou, op het moment gaat het heel goed. Ik ben conditioneel misschien iets minder begonnen aan de Tour, omdat je de middel libre heb ik laten vallen vanwege een blessure. Dus je krijgt wat achterstand. Maar de eerste twee dagen heb ik eigenlijk heel goed, ben ik heel goed doorgekomen. Heb je veel moeten geven? Nee, ik krijg zo niet meer koffie. Nee, ik denk dat het vrij meeviel. De eerste etappe eigenlijk helemaal niet. De tweede etappe, ja, de Marie Blanc. Hebben de grote jongens meteen gas gegeven. Ja. Was je er net niet bij? Zat ik net in het tweede groepje eigenlijk. Dus voor mijn gevoel ging het eigenlijk beter. Ja. Kijk, als ik verleden jaar dat vergelijk, de Pyreneeën, was het een distanceus. Dus het was heel slecht. Ja. Dus wat dat betreft... Gaat, mag ik het zo zeggen? Ja, het gaat redelijk je komt goed. Naar de eerste titel. Ja. Ja? Heel goed. Ja. Hou ik je aan, hè? Volgende week kwam geen probleem. Gert-Jan, Eddy Merckx zegt van jou, hij zal zijn nummertje wel op gaan voeren in de Alpen. Ja, dat zegt iedereen natuurlijk. Ja. Maar... ik hoop het. Ik hoop dat het kan, maar het is niet makkelijk. Als ik die jongens hier rondspieren allemaal dan... Alle dat... grote rijden. Waarom jij niet? Vandaag was je erbij, maar op het moment dat Chiappucci en LeMond gaan, op het moment dat Indurain gaat, kan je dan niet? Zijn zij net een streepje beter? Nou, dat is eigenlijk nog maar één dag geweest. En toen, maar als die dag... één dag had ik pech, zat ik als enigste achter de ouders van het peloton. Ja, dan is er niks meer aan te doen. Je rijdt zo hard als je kunt en... op het vlakke, op die klim had ik niks verloren op de eerste groep, maar op het vlakke kom je alleen te staan. En... plus het feit dat je enorme pech hebt gehad natuurlijk in Spanje. Daar trap je door je versnellingsapparaat heen. Ja, dat zeg ik. Daar praat ik van. Dan kom je beneden laag ik 1,5 minuut achter en boven nog 1,5 minuut. Dus ik ben net zo hard gereden als hun. Ja. Maar dan kom je onder en iedereen ziet mij zitten. Dus bij die groep neemt niemand meer over. Ik 30 kilometer alleen zit te rijden tegen de wind in. Ja, dan... als ik 55 rij je hun 60 en dan verlies je 5, 6 minuten in een dag. En dat is geen leuk begin voor de Tour. We gaan je checken in de berg. Eddy Merckx zegt, je hebt verstandig aangedaan. Misschien dat je bij de eerste 10 kan komen. Heb je verstandig aangedaan? Zullen we zien als we in Parijs zijn. Ja. Straks zei je, ik heb nog niet te veel gegeven. Maar waar moet het dan komen? Ik weet niet hoeveel dat ik ga verliezen in de tijdrit. Ben je daar bang voor?
Nee, ik ben er niet bang voor. Maar? Maar je verliest. In Zwitserland verloor ik op 30 kilometer anderhalf minuut op Bugno. Dus als het er 60 zijn, 3. Ja. En een beetje meer, hè? Ja, een beetje misschien. Ja. Misschien ook een beetje minder, maar... Ja. Ik hoop dat het in de Alpen goed gaat. Ja? En een goede been? Ja. Jullie zien het alle drie nog wel zitten. Dat is wel aardig. Er is er één, dames en heren, die u kent, Nederlandse renner, die hier niet aan tafel zit. Deze drie heren, die sliepen hier in de buurt, in Maastricht. Die andere zit ver van ons vandaan, maar is ook een kopman. Erik, er is nogal wat kritiek op je, maar die heb je de afgelopen dagen steeds van je afgepraat. Doe je dat nog steeds? Ja, wat voor kritiek dat precies is. Kijk, ik geef me vooral 100% en meer kun je niet doen, denk ik. Maar er staan van die barometertjes in Franse kranten en dan zie je wel eens de naam Breuking staan en een pijltje naar beneden. Die barometer zie jij ook. Ja, ik lees niet zoveel Franse kranten, maar kijk, als je het klassement op zich bekijkt, dan ga je in ieder geval in de ploegentijd dat hebben verloren. En gisteren hebben we dan wat op Le Monde en Chiapuzzi verloren. Dus ja, dat zijn dan verliezen die... die je beter niet kunt hebben. Maar ja, je moet gewoon verder en er komt nog veel meer. Eddy Merckx zegt hij houdt zich te rustig. Ja, Eddy Merckx. Eddy Merckx heeft ook een kasseienstrookje erin gelegd. En dat zorgt wel voor een spektakel in een peloton. Ja, maar die man heeft toch enige kijk op zaken? Ja, oké, iedereen heeft zijn mening over bepaalde dingen. Maar ik ben toch mezelf en... ik moet het doen en ik heb niks te maken met andere meningen. Wat anderen van jou vinden is, je rijdt niet in de aanval, wat bijvoorbeeld Chiapuzzi wel doet. En dan is gauw die vraag gesteld, waarom gaat hij eens niet een keer mee? Nou, wie rijdt er dan wel? Kijk, een Indurain rijdt ook niet in de aanval, maar wel op de Marie Blanc. Maar daar kon ik niet mee, anders was ik al mee geweest. En ik zou maar even afwachten voor al die conclusies te trekken. Maar analyseer je eerste week nou eens vanaf de start, vanaf de proloog? Ja, voor mij, als je het nu zo bekijkt, valt het wel tegen. Maar conditioneel is het niet zo slecht. Maar de proloog, eerste etappe, Jeski Bel, ben je mee? Ging dat makkelijk? Ging dat met de macht? Of was je soepel? Ja, dat ging vrij goed. Dat is niet te vergelijken met een dag daarna natuurlijk. Dat is weer heel wat anders. Maar... Schrok je op de Marie Blanche dat je niet mee kon? Ja, je probeert dan toch... Kijk, omdat je je toch goed voelt, dan denk je, nou, dat moet geen probleem zijn. Maar dan zie je toch dat de laatste 2 kilometers, dan blaas je jezelf op en dan kom je in een tweede groepje. Achteraf is daar eigenlijk niet veel gebeurd. Eigenlijk hebben wij het grootste verlies geleden in de ploegentijd. Want je verliest daar maar 15 seconden, maar zeg ik, wat verlies je in je hoofd, omdat je niet kan volgen? Ja, dat moet je gauw overheen zetten. Zo'n dag is nu alweer vergeten, daar denk je al niet meer aan terug. Kijk, iedere dag heb je weer een ander gevoel en dan... Ja, je denkt altijd aan de laatste momenten en daarna is het alleen maar goed gegaan. En ik zeg al, de meeste tijd hebben we in de ploegentijd het verloren. En, Viel je dat tegen? Ja, dat viel me wel wat tegen op een Gatorade en een Carrera. Dan speel je toch meer dan een minuut. En, kon jij ze niet meekrijgen? Nou, kijk, het draaide wel, maar we hadden het, een paar man die het hoge tempo niet echt vast konden houden. En dan valt het af en toe valt het wat terug. En dat is dan op 60 kilometer, dat is natuurlijk een flinke afstand. Daar verlies je het dan mee. Is het te brutaal om te stellen van jouw Ronde van Frankrijk begint pas in Luxemburg? Nou, hij is ook bij de proloog begonnen. En, maar je weet precies wat ik bedoel. Ja, maar ik heb er ook alles aan gedaan om een zo goed mogelijke positie voor die tijdrit te staan. En je staat er nu zo voor. En dan moet je nog... des te harder invliegen in zo'n tijdrit. Ben je er al mee bezig? Ja, natuurlijk, je speelt in je achterhoofd, het komt steeds dichterbij. Het is nog 2 dagen en dan moet je het alleen doen. En dan zijn er toch grote verschillen die er gaan komen. Dan speelt er nog iets met jou mee, wat een heleboel mensen vergeten. Je privésfeer. Je zou vader kunnen worden een deze dagen. Dat zou kunnen, maar dat is niet van invloed op mijn rijden. Is dat zo? Nee, dat moet eigenlijk alleen een positieve uitwerking hebben, denk ik. En onder de koers ben je daar helemaal niet mee bezig, eigenlijk. Maar s'avonds je hotel en dat soort dingen? Tuurlijk, maar ja, dat kan een goede afleiding zijn, denk ik. Dan ben je niet constant met die tour bezig. Maar onder de wedstrijd kun je daar niet aan denken. Maar het is wel spannend. Het is wel spannend en het is wel leuk ook. Hoe is de stand van zaken nu?
dat gaat prima. Dus, er is nog niks aan de hand en ik denk dat ze het wel volhouden tot na de Tour. Tot na Luxemburg zeker? Ja, dat zeker, maar ik hoop tot na Parijs. Je wil erbij zijn? Ja, dat lijkt me wel leuk. Erik Breukink, de Tour kwam vandaag dus in Valkenburg aan. De Tour trekt mensen in Frankrijk, in België, in Spanje, in Italië, overal. Maar mensen, wat een mensen in Nederland. Zullen we even gaan kijken hoe het er in Valkenburg uitzag? Ik wil niet zeggen dat dit 7 uur vanochtend was, maar ze stonden 8 rijen dik. En de plaatselijke politie schat tussen de 200.000 en 300.000 alleen in de aanloop naar de Kouberg. Het was een volksfeest. En, dat moet erbij gezegd worden, fantastisch gedrag van de Nederlandse wielerfans. Daar waar in de Amstel Gold Race het padje 1,5 meter breed is. Fantastisch, goed georganiseerd, prachtige aankomst vandaag in Nederland. Valkenburg op een mooie zaterdag. Alleen, er won geen Nederlander. En dat was jammer. Zo zag het er van in Valkenburg uit. Even kijken of die bijloopt. En harten is troef. Ja, en dit is ook troef. Plompen blijven dus. En hier zitten wij. Jongens, laatste rondje. Gert-Jan, wat gaat er gebeuren de komende dagen? Nou, als ze zo blijven rijden zoals de eerste week. Ja, dan zijn we er snel, hè? Dan heb je misschien wel kans dat je straks nog maar 25 man in koers zit of zo. Gaat het zo hard? Nou, het gaat echt heel hard. Je zit gewoon, als je die gemiddelden ziet op de parcours zijn gewoon niet vlak. Als je dan de gemiddelden ziet en ook nog heel veel draaien en keren, dan kun je nagaan dat op het rechtstuk altijd boven de 50. Ja. Dus het is alleen maar 12 en 13. Ja. Blijven de grote aanvallen, Steven? Ja, ik denk morgen zal ze zich wel rustig houden. Ik krijg natuurlijk overmorgen een tijdrit. Dus, ja. Dat is vrijwel ook beslissend voor het klassement. En, ja, daarna krijg je, ik denk dat Alpe, als ze zo blijven rijden, dit Alpe gewoon een puinhoop gaat worden. Dat het echt, ja? de beste overblijven. Het zijn natuurlijk ritten van 250, 260 kilometer. Het wordt zwaar. Het wordt heel zwaar. Ja. Heb je het routeboek al gezien, Eddie? Ja. Van de Alpen? Ja. Hoor je dat? 250. Zij kunnen het weten, ze hebben er al gewonnen. Hè? Dat krijg jij nou voor de kiezen. Ja, en ook. Ja, zij ook, ja. Maar je bent vol zelfvertrouwen? Ja. Valt het je mee, deze Tour? Je hebt altijd naartoe geleefd? Ik heb altijd naartoe geleefd en ik rijd nu goed, dus dan valt het mee. Maar ik denk als je ietsje minder bent en je zit al van achteren te zwalken, dan valt het tegen. Ja. Wie gaat er onder binnen? Ik denk Indurain. Indurain. Steven? Ik denk zelf ook Indurain, maar het zal tussen Indurain, Sipoetsi en Bunyo gaan, denk ik. Die drie. Gert-Jan? Ik denk Bunyo. Ja? Jongens, ik vond het hartstikke fijn dat je hier kwam. Een renner uit zijn ritme halen in de Ronde van Frankrijk, dat is nogal wat. Zij drieën konden het wel aan. Gert-Jan, veel succes. Alpe d'Huez. Steven, hoog in het klassement. Eddie, in jouw eerste Tour. Heren, grijs verleden, minder grijs verleden. Hartelijk dank dat u hier was. Al die mooie beelden gezien. Ja, Wim, ik hoor je. Ja. Dit was het. Straks hebben we een uitzending die niet over fietsen gaat. 9:45. Met atletiek en paardensport. Heel erg leuk. Maar daar leggen ze niet de 12 op. Dit was Hotel Maastricht met de Tour de France 1992. Morgen zijn we er weer en dan rijden we naar Koblenz. Ik wens u een lekkere avond.